net iets netter uitzien, maar toch wel heel krachtig. En dan is het Beatrix als eerste over de finish komt met een halve meter verschil, lijkt het. Gevolgd door Gias. En dan is het Skull die ook een finale plekje, een A-finale plekje weet te bemachtigen. En als laatste finale plek in deze voorwedstrijd is het Aspos. En wie het niet haalt is de Proteus Kif. Ja, helaas dan geen concurrentiestrijd in de Proteus dubbel 2 die nu allebei in de Skif zitten dan in de finale. Dat is wel erg jammer. Maar we gaan nu door met de lichte development boten. Ja, we zagen net al even de start. Het is een zeer spannend veld. Ik heb gehoord dat iedereen in de top 4 ligt dit allemaal nog redelijk dicht bij elkaar. Aspos de Vliet ligt toch wel ruim eerst in het klassement met 30 punten. Gevolgd door de nummer 2 en 3 die allebei 21 punten hebben. En Proteus met 20 punten. Dus zeker die plek 2 tot en met 4 is nog alles om te doen. En het is toch Aspos die hier ietsje aan de leiding lijkt te zijn. Ik weet dat 2 weken geleden het toch Proteus Eretus was in het gevorderde vier zonder veld, of het elites vier zonder veld, dat is me niet helemaal helder meer. Maar in ieder geval toch deze Aspos ploeg wist te verslaan. En in deze voorwedstrijd, het zijn vier zonders. Deze zullen vanwege de stuurkunsten of het ontbreken van de stuurkunsten starten deze maar met zes ploegen in de finale vanmiddag. Dat betekent dat de langzaamste vanuit beide voorwedstrijden niet die finale zal halen. Dus zolang je maar niet als laatste finisht, weet je zeker dat je in de middag weer in de A-finale mag. En de langzaamste zal al klaar zijn vanmiddag. En het tempo blijft hoog zoals we gewend zijn van lichte pikken.